Jongens, Rise of the Tomb Raider is hier, exclusief voor de Xbox One, tijdelijk, en PC. En 360. Oh nee, niet PC. Kut. Ik heb nu al. PC is begin volgend jaar of zo. Ja, ik lul altijd alles maar wat. Ja joh, het is... louter fictie. Ja. Hey jongens, Rise of the Tomb Raider is hier, exclusief voor de... Exclusief? Exclusief voor de Xbox One. Oh, Xbox 360. Ja. En niet voor je PC. Nee. Jongens, Rise of the Tomb Raider is hier exclusief voor de Xbox One en die Xbox 360. Tijdelijk, hè, jaartje. Ja. Michiel was enorm te spreken over het vorige deel. Ja, dat was echt gaaf. Dat was een reboot van Tomb Raider eigenlijk, hè? Dat was het vorige deel. Ja. Die heet ook gewoon Tomb Raider. Dat was eigenlijk een soort... Origin story. Dat was helemaal terug naar het begin. Ja, maar ook dan een realistischere. Ja. Dat is zeg maar Christopher Vernoling van de Tomb Raider. De Christopher Vernoling. Van de Tomb Raider franchise. Mooi. Maar dank je. En daar is nu Rise of the Tomb Raider, het vervolg ervan. Een veel grotere game. En ik heb het idee dat jij ook hier heel erg over te spreken was. Ja, want het borduurt eigenlijk verder voort op het goede van de reboot. Ja. Want het brengt eigenlijk weer gewoon zo'n epische actie met vrijheid. En dat is wel heel tof, want je hebt heel veel games die bieden wel die cinematische actie. Gewoon die mooie, toffe tussenfilmpjes, maar dan ben je echt alleen maar een lineair pad aan het bewandelen. En dat deed Tomb Raider, zeg maar, de reboot 2 jaar geleden ook al niet. Nee. En daar gaan ze nu echt mee verder, dus dat is echt heel leuk. Ja, want het vorige deel was ook vrij rond te bewandelen eiland, ja. Maar was wel klein. Ja, het was relatief klein en het is nu eigenlijk wel een stuk groter. Je hebt, je begint even in Siberië, krijgt een flashback ergens anders naartoe. Afghanistan. Dat scheelt niet veel. Syrië. Oh, Syrië, ja. Syrië. Ik vond het nog zo politiek georganiseerd. Ja, het past volledig. Ja. Hè? Ja, het is geen Egypte. Nee. Dat zou zelfs Lara niet aankomen. Dat is een DLC. Oh, hele korte DLC. Ja. Begin nou... Nee, laat maar. De bomgordel DLC, maar too soon. Oh. En daarna ga je volgens mij naar Siberië. Ja, klopt. En daar heb je eigenlijk allemaal deelgebieden. En daar, die deelgebieden fungeren net zoals in het vorige deel echt als een hub. Als een gebied waarin je vrij kan rondlopen. Waarbij je altijd wel een duidelijk doel hebt van, nou ja, daar zit je verhaalprogressie. Maar je hebt eigenlijk ook zijmissies om te doen. En wat heel vet is, gewoon weer die ouderwetse tombes. Zijn weer prominenter. De tombes zijn terug van weg geweest. Ja. Maar die zaten in vorige keer ook wel heel klein beetje. Een beetje. Ze zitten nu op een soortgelijke manier wel verstopt steeds in die hubwerelden. Maar ze zijn wel in grotere getalen aanwezig. Ook wat groter van opzet. Ja. Al duurt het wel, je komt wat later in de game ook nog echt grotere tombes tegen. En dat is juist leuk. Dat is echt heel tof. Maar het draait eigenlijk altijd gewoon lekker om verkennen van de omgeving. Trial and error. Probeer gewoon een puzzel op te lossen om weer... Ja, het einde van die tombe te halen en de beloning die je krijgt is weer een nieuwe skill. Dus, ja. Dus het is altijd wel met een doel. Maar dat is exact uit het vorige deel gehaald, hè? De hele skill tree, je hebt wapens die je kunt upgraden. Ja, je hebt eigenlijk, je wapens kan je upgraden in allerlei vormen met meerdere levels. Je kan ook Lara zelf dus weer upgraden, dus je kan weer... Ja. Ja, hoe? Ja, gewoon met de vuist. Ja? Nee, volgens mij de kleding bedoel je. Uitkleding. Kan je downgraden. Nee, je kan haar vaardigheden kan je upgraden. Dus je kan eigenlijk in verschillende skills, zoals bijvoorbeeld ook met een Far Cry gebeurt, kan je op verschillende manieren kan je bijvoorbeeld meer voor stealth gaan, meer voor lompe gevechten, meer voor overleven. En eigenlijk zo heb je op 3 vlakken kan je gewoon upgrades verdienen. Oké. Ik heb de eerste 3 uur van de game mogen spelen. Ik kwam er wel achter dat het verhaal, je gaat echt je vader avengen. Ja. Dus je vader gelijk bewijzen. Je vader is dood. Ik moet een keer, hè? Moet een keer afscheid nemen. Ja, ik kan beter snel zijn. Ja, maar jij moet hem redeemen, want hij is een beetje... Ja, hij is een beetje door het slijk gehaald. Hij is door het slijk gehaald. Door dat ouderwetse slijk. Wat vind je van het verhaal? Ja, cheesy als hel. Cheesy als hel, hè? Ja. Oh, dat vind ik wel jammer. Ja, ik zei het in mijn geschreven review, had ik het ook al aangehaald. We kennen het allemaal al een beetje. We kennen de Uncharted, de oudere Tomb Raiders. Je kent van films, ken je de Indiana Jones, de National Treasures. Ja. Het heeft heel moeilijk nog maar wat verrassingen in petto. Als je op zoek gaat naar van die mysterieuze artefacten of je krijgt zo'n groepering achter je aan. Ja, het is een beetje het bekende verhaal. Ja. En dat is jammer, maar... Mag ik wat een hele intelligente vraag stellen? Ik zat erop te wachten. Echt. Ja, eindelijk. Ja. Wat is de... Jaren van Gamersnet en nu komt hij hoor. Wat is je favoriete submissie? Je subquest? Want dat is wat de game maakt. De game krijgt lengte doordat je continu subquests krijgt, toch? Nou, de game heeft van zichzelf al veel lengte. En die subquests die zijn volledig optioneel. Maar die maken... Ja, wat juist tof daarin is... Dat je gewoon eigenlijk gedwongen wordt om nog meer die omgeving te gaan verkennen van elke hub.
En ja, eigenlijk favorieten, dat vind ik lastig, want ze, ook in die opzichten zijn ze niet super revolutionair. Het is vaak bijvoorbeeld van bevrijde gebied van allemaal wilde dieren of hek ergens iets wat voor me of ik ben iets kwijt. Dus eigenlijk, ja, het varieert tussen fetch quest en gewoon lekker ergens wat killen. Ja. En ja, die doelstelling aan zich is niet zo boeiend, maar het feit dat je gewoon lekker weer door die hele wereld aan het rouzen bent, dat is gewoon wel weer leuk, want gewoon die gameplay die staat als een huis. Dat klimmen, dat klauteren, dat, ja, dat is leuk. Hoe je ook je pijlenboog gebruikt met touwen of met gifgas. Of explosief. Yes, het Siri raalt. Siri schipkast, hè? Ja. Nu, 3 euro per kan. Ja. Hij mag ze thuis niet meer gebruiken. Nee. Maar, ik vind het maar mooi. Nooit weer. Ja, precies. Vind je het mooi? Vind je de game mooi? Ja, de game is super. Het ziet er heel mooi uit. Het ziet er sfeervol uit. Meteen in het begin, dat hebben we vaak in trailers ook wel gezien, dat als je door die sneeuw ploegt, dan zie je ook echt van die sporen die je achterlaat. Het voelt ook zwaar aan als je door die sneeuw moet banjeren. Nee, gewoon langzaam. Ja, het schiet niet op. Nee, het schiet niet op. Trage trut. Ja. Nee, maar echt, ja, echt hè? Je wil niet door de sneeuw, dat is echt vervelend. Dat is echt vervelend, zeker als je achterna wordt gezeten. Door een enorme beer. Ja, nou, maar dus, dat is een beetje in het begin, heb ik ook gespeeld. Ja, maar later weer hoor. Oké, dus, ik kom vaker terug. Nou, in het begin heb je echt zo'n beermissie even erin zitten, dat is wel leuk. De beer is los. De beer is los. Bruin de, beer. De bruine beer. Ja. De multiplayer is eruit gehaald. Zo jammer is dat eigenlijk, ja, hè? Maar dat was niet... Nee, was er met de haren bijgesleept. Ja, dat was behoorlijk met de haren bijgesleept vorige keer. Hij was wel goed vorige keer, wist je mij te vertellen. Ja, hij was enorm goed. Dat was dom als je niet speelde. Nee, je was een dief van je portemonnee als je hem om die multiplayer niet zou kopen. Ja. Nee, maar dat is nu weg. En we hebben er nu een soort building-achtige ding ingekregen wat in Hitman ook is. Ja, het is eigenlijk vooral een variant op score attack. En om de herspeelbaarheid te vergroten hebben ze eigenlijk een deel gemaakt dat heet Expeditions. Ja. En daaronder vallen allereerst gewoon de eenvoudige dingen zoals herspelen van missies. Ja. En dan kan je kiezen van herspeel je ze gewoon met een vaste set aan tools en skills of met wat je tot dusver hebt bereikt. Dus dat je het ook wel makkelijker of leuker kan maken. Ja. Score attack, dus dat is leuke leaderboards aanvallen. Kijken van hoe snel kan je het doen met bepaalde doelstellingen. Ja. Maar wat uit die Hitman komt inderdaad, dat is eigenlijk Remnant Resistance heet dat in Tomb Raider. En dat heeft er eigenlijk te maken dat je eigen missies samen mag stellen. Dat is leuk. Dat is heel leuk. Dus je krijgt de wereld als map open en dan mag je zelf precies, ik wil daar die missie doen? Ja, je krijgt eigenlijk in een menu krijg je eerst te zien van welk hubgebied wil je kiezen. Dus welk van die open deelgebieden waar je normaal in de game vrij loopt. Waar wil je je missie laten afspelen? Is dat overdag? Is dat 's nachts? En dan kan je een aantal doelstellingen, een handvol doelstellingen maken van wat moet je nou doen in die missie? Moet je ergens een target uitschakelen? Moet je mensen bevrijden? Documenten moet je die zien te vinden? Moet je iets kapot maken? Wilde dieren afknallen? Zo kan je eigenlijk met allemaal variabelen een missie samenstellen. En heb je eigenlijk ook een aantal kaarten erbij. En die zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld iets makkelijker of moeilijker maakt. Dat je bijvoorbeeld zegt van nou, nu mag je alleen met die wapens vechten. Of vijandige kogels doe je meer schade toe. Ja, oh ja, dat is wel tof. Soort skulls uit Halo. Ja, skulls, perks. Ja, precies. Ja, dat systeem. En dat werkt eigenlijk best goed. En de tijd zal het leren. Of mensen het gaan doen, maar ja. Dat is met alles zo. Dat is met alles zo. Maar het is wel heel leuk om te doen, om je eigen missies te maken. En die kan je dan ook, als je ze zelf hebt voltooid, ook delen via leaderboards met je vrienden. Dus dan kunnen zij hem gaan proberen. Is dat een game lang? Nou, een uurtje of 10, 12 kan je er makkelijk mee zoet zijn. En dan ga je er vrij vlot wel doorheen ook hoor. Oké, dit is meer content uit te halen. Ja. Kijk, ik ben nou met Fallout bezig, maar vind ik alles kort. Ja, vergeleken met Fallout is alles kort. Ja, dat klopt. De 80-jarige oorlog, dat was kort. Ja. Man. Je hebt de game een 9,3 gegeven. Een 9+. Je bent hartstikke tevreden. Ik ben hartstikke tevreden. De vorige kreeg een 9 en eigenlijk poetst deze wat smetjes van de vorige keer weg. Dus meer tombes en eigenlijk die multiplayer die wel leuk was, maar niet super. Toch te vervangen door die Expeditions modus die gewoon echt wel leuker is. Nou, tof. Dankjewel Michiel. En als je echt alle content van Tomb Raider wil zien, trailers, de geschreven review van Michiel. Plaatjes. Van alles, plaatjes. Kijk dan vooral op gamersnet.nl. Again and again. Laura, listen to me. Someday you're going to make such a mark on this world. Again.